Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Kijk, boom. We hebben gewoon de 110.000 abonnees behaald. Dank jullie wel daarvoor. Enorm bedankt. Ben je nou nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker even. Je bent van harte welkom. En we hebben bijna meer abonnees dan dat we nu hebben. Dat is eigenlijk best logisch. Abonneer zeker. Reageer even dat je bent geabonneerd vanaf dit specifieke moment. En dan geef ik hem een hartje. Je comments. Dan geef ik je reactie een hartje. Veel kijkplezier en... doei! Hallo! Lekker wel twee cowboys. Hoi. Wacht, ik ga paard rijden. Paard rijden? Mag ik een keer paardje rijden? Paardje rijden? Henkje mag ook heb mee. Heb jij een paard dan? Tuurlijk heb ik een paard. Echt? Ik zit in de paardenfokkerij. Hoeveel kinderen heb je al? Ik heb veel veulen. Ze zijn net getrouwd, Henkje. Kinderen heb ik niet. Oh, je bedoelt... Oh, ik dacht jij fokken... Oh! Dit is het paard. Oh, jij laat paarden fokken. Nee, dit is het paard niet. Nee jij laat paarden fokken. Ik ben geen paard. Dit is een tijger. Nee, maar ik denk, jij zegt ik fok paarden. Ja, ik denk, dat is apart, maar leuk. Nee. Maar je bedoelt, jij fokt zocht dat paarden. Nee. Ik dacht al, hoeveel kinderen heb je dan al gemaakt inmiddels met paarden? Nee, ik fok paarden. Ik sla... Ja, nee. Maar hun nu zeg je... Hè? Nee, dat hoe leg ik dit nou netjes uit? Ik snap het niet meer. Ik zit in ieder geval in de paardenhandel, laat ik het daarbij houden. Je handelt met paarden. Oh, dus als bijvoorbeeld een paard wat hooi wil, dan handel onderhandel je met hem. Dan geeft hij jou misschien, weet ik veel wat jij wil. Oh, en dan geeft hij als hem als jij een paard wil, dan regel ik een paard. Oh, jij doet wat ze in de 18e eeuw ook deden. Je bent slaaf. Je bent slavernij. Nee, kind slavernij. Maar ik snap het niet meer. Je fokt paarden, dus je maakt kinderen met paarden. Daarna handel je met de paarden, dus weet ik van wat je dan aan ze geeft. Misschien. Ik snap het! Nee, boeken, muis, mijn vrouw. Muis? Wat? Je hebt ook nog muizen. Je hebt ook nog muizen. Hè? Het wordt echt een beetje moeilijk. Het wordt me echt te veel, inderdaad. Ik dacht dat ik het snapte, maar... Oké, dus om nu alles op een rijtje te zetten. Ze moeten gewoon een keertje naar de ranch komen en dan kunnen ze het bekijken. Ik weet niet of ik dat wel zo leuk vind. Ja, precies. Om daarnaar te kijken. Ik weet niet, je hoeft niet te kijken wat er gebeurt, maar dan kun je Diablo zien. Maar wij mogen dus mee naar de ranch. Ja, tuurlijk. Ja, ze moeten wel gestimuleerd worden, dus je kan daar wel helpen. Ze moeten gestimuleerd worden, hoe doe je dat? Ja, dan doe je je handschoentjes aan. Ik denk dat ik genoeg weet, ik kom al gewoon mee. Ja, ik denk het ook. Dus we gaan naar een man die paarden fokt. Ja. Die doet zelf aan fokken. Ik weet het niet meer. Hij doet ook iets met muizen volgens mij. Hij heeft ook een tijger, zegt hij. Ja, hij heeft ook een tijger. Hij heeft ook een tijger. Maar hij handelt ook met de paarden. Zou die poker of zo met zijn dan handelen? Misschien doet hij wel drugs allemaal met de paarden. Ik weet niet wat paarden aan doen, hè. Sommige paarden die zijn natuurlijk helemaal van het padje afgeraakt en die willen drugs hebben. Misschien dat hij wel die drugs geeft aan die paarden. Maar dan snap ik nog steeds niet wat muizen en tijgers met het onderwerp te maken. Nee, ik ook niet. Maar dan komen we zo wel gauw genoeg achter. Ik ben helemaal klaar om paarden te stimuleren. Ik ook. Nou, ik laat jullie eerst even zien waar het opslaat. Ik heb handschoenen aan. Jullie hebben een opslagwaar. Jullie alles opslaan. Nee. Ik laat jullie eerst even zien hoe Diablo eruit ziet. We hebben heel veel schoenen. Oh ja, willen we okay. Ja. Oh, nee, dit is hem! Kijk, Gerard. Zo groot als ik had gedacht. Nee, dat is hier, hem dit niet. Is hem. Nee, dit is hem niet. Grandioos, hè? Nu gaan we de kelder in. Het is een beetje donker, kijk uit. Yes. Nou, Gerard. Zoals je ziet. Verkeerde ruimte. Wat is dit? Naar buiten. Verkeerde ruimte. Gerard! Ik denk dat wij hier weg moeten. Dit is de verkeerde ruimte. Kijk. Het is allemaal nep. Mag ik dat van dit gereedschap hebben? Oh, hier is het. Ik hoef geen kogels, Gerard. Wat is dit? Je wordt melk gemaakt. Nope. Ja. Nee. Dit heb ik wel eens van die series gezien. Dat is geen melk. Je wordt melk gemaakt. Ah, wacht, ik neem wel even een slokkie. Lekker. Denk je, wat is dit? Vince, hou het tegen. Ik ga even... Gerard, die maken ze melk. Weet je hoe lekker dat smaakt? Geen slokje nemen. Geen slokje nemen. Deze melk die smaakt een beetje raar, Gerard. Nee, helemaal niet. Helemaal ja, het is volle melk, denk ik. Heb je gewoon je mond erop? Hij proeft wel een beetje. Bitter. Ja, hij plakt een beetje of zo. Die ploeg is er ook. Die ja, dit is lekker. Nee, dit is paardenschuim. Paardenschuim? Ja. Maar. Zo noemen we dat in het paarden. Ja, nou, dan ga jij binnenkort een veulen krijgen, denk ik. Zal ik reanimeren? Nee, alsjeblieft niet. Naar boven. Alsjeblieft niet. Laat me weer Oh nee, niet jij. Nee. Nou, ik wil de rest van mijn leven geen melk meer drinken. Ik wist niet dat je lopen hond hadden. Ik ben geslagen. Oh, dat kan ik wel oplossen. Ik repareer hem af. Gerard, ga maar even aan de kant. Dit heb ik zo gerepareerd. Komt ie hoor. Ah! Zo. Auw! Vis, laat het allemaal gebeuren. Hij doet het ding. Vis! Hé, een beetje privé. Een beetje privé. Is af en toe ook nodig. Gerard! Dit is af en toe ook nodig. Lekker even genieten met een watervalletje of wat is het, een fonteintje aan de zijkant.
Gerard! Oh, wat de fuck? Gerard, Henk heel! Lingling! Privé moment! Laat me nou eens met rust! Gadverdamme, stinkje naar stroom! Ja, ga weg als hond! Waarom gaat iedereen binnen? En daarom leg ik je op de grond dood te gaan, en dan ga je gaan bellen. Gerard, wacht even. Ik snap het niet meer, waarom zijn wij hier? Nou, ik heb geen idee wat er allemaal gebeurd is, maar wij gaan er maar weer vandoor. Van wie is deze auto? Ik heb geen idee. Stap in! Nou, ik weet niet van wie die auto is, maar hij is niet van ons. Waarom neem je niet jouw auto mee? Nou, die mag je volgens mij Vins oppassen. Maar deze auto heeft goede airdomie. Kijk dan! Wat? Achtervleugel gaat omhoog als je... Die spoiler gaat omhoog inderdaad. Ja. Dan kan ik rem ook hier. Hoppa! Dat is wel goed. Dat is wel goed. Dat is gewoon echt een spoiler hebben die zo goed werkt. Dan kan je beter door de bochten, denk ik. En dan echt? Als je wil remmen, kijk, dat is zo gedaan. Hier. Hoppa, boom! Dat is echt goed! Dan vangt hij gewoon... Oh, dat is wel dan vangt hij wat lucht op, waardoor je nog sneller remt. Maar als je dat met je voorste deel doet dan, wat gebeurt er dan? Ja! Daar zie ik alleen niks meer, Gerard. Nee, ik gewoon zie niks. Alleen rechtdoor blijven. Ik zie niks! Hou! Hou! Daar ging de motorkap. Wat doe je nou? Oh, mam, idioot. Hoezo, ik idioot? Jij bent een idioot, man. Je staat letterlijk om naar rechts te gaan en je gaat naar links. Ja, man, aap. Jullie sporen echt niet. We hebben net ik zou het ziekenhuis gaan doen. Ik terug naar het ziekenhuis. Krijgen wij nou de schuld hier van Gerard? Ook worden ingehaald. Hé, dat is een idiote weer. Kijk, ik ga een beetje blokken, dan kan hij niks meer doen. Dat is leuk. Ja, dan moet hij maar niet inhalen, hè. Er was geen plek meer. Hij kan wel achter ons aan. Ja, maar dat maakt niet uit. Hé, staan blijven dan. Wacht, we gaan eerst even naar het vliegveld, kom. We gaan naar het vliegveld. We gaan even naar het vliegveld, ja, oké. Vliegveld. Ja, het vliegveld. Kom. Ja. Kom maar nu. Ja. Kom, we gaan nu één op één dan. Doei. Doei. Tot ziens. We gaan terug naar de range. Ik moet mijn auto ophalen. Henkie en Vince, jullie mogen vanaf nu niet meer knipperen. Oh, je hebt de helikopter als profielfoto? Wat? Je knipperde, ik zag het, hij knipperde. Ja, ik heb gewonnen. Nou, Lingling, kom maar met ons mee. Ik moet zeggen dat u een goede spoiler heeft. Als u remt, dan gaat hij omhoog. Dat vond ik wel echt bijzonder hoe u dat gedaan heeft. Ik maak jou straks mijn spoiler. Nou, je alleen je motorkap dat kwam er soepel uit. Alleen je motorkap is kapot. Hé, hey! Kut opa. Kan je dat voortaan eerder doen? Ik ben hem zat. Wil je dat voortaan snel doen? Ik ben hem heel zat. Vang je me op. Ik vang je op. Ik heb jou. Gerard, gaat het? Gerard, wat doe je? Je stinkt wel een beetje. Heb jij je kont afgevecht toen jij ging poepen? Nee, ik heb deze kleding al jaren aan. Al 5 jaar. Hij is 1 met de huid. Oh. Maar is dit pak 60% poep? Ik vond, maar kijk, daardoor gaat Henkie al aan de diarree. Nee, afstand. Boeken, wegwezen. Wacht, is het een hok? Nee, geen hok. Kom nou van mijn vrouw af. Kom nou hier. Is het een hok? Het is jij of je vrouw. Nee. Het is jij of je vrouw. Nee. Eén van de twee. Nee. Dus je stelt het alleen maar uit. Stilstaan. Het is zo voorbij. Nee. Het is zo voorbij. Het is geen hond. Henkie. Het is zo voorbij. Opgegeten. Het is zo voorbij, Vince. Blijf nou even staan. Nee. Sorry, maar het plakte een beetje. Sorry. Oh, het plakte een beetje. En hoe het verder gaat, zien we na de reclame. Nou, nu is je vrouw aan de beurt. Nee. Auw, wat tikkel je me nou? Blijf van mijn vrouw af. Oké, jij mag heel even uitstappen als dat mogelijk is. Wil je heel even spreken? Gerard ook. Ik zit vast. Maak even je auto open. Yes, jongens, jullie moeten even uitstappen. Dan kan ik verder met mijn dag. Als jullie even uitstappen, dan kan ik verder. Stap nou even ik uit. Ik heb haast, jongens. Ik heb haast. Stap nou even uit. Ik stap uit. Die man wil dat jullie uitstappen. Gerard, stap even uit. Yes, oké. Fijne dag, meneer. Doei. Ja, ik heb Gerard ook nodig. Zo, Gerard, waarom stap je nou niet uit? Je weet dat je nu een probleem krijgt, hè? Ja, maar anders had ik opgepakt voor vast geweld. Maar Henkie. Er is een nacht. Die je normaal alleen in Willem ziet. Er is een nacht. Die je normaal alleen in Willem ziet. Nee, het is niet alleen maar dat stukje. Er is een nacht. Die je normaal alleen in Willem ziet. Willem. Hij mag niet wegrijden. Nee. Meneer. Nee. Oh nee, blijf nou! Nee! Laat ons niet achter! Nee, mijn collega komt u zo helpen, meneer. Ah, oké, prima. Oh nee. Waarom moet je nou weer een kapotte auto hebben? Ja, het was net gerepareerd, maar mijn zoon Bert, die klap vol tegen de paal aan. Hé, heren. Hij wordt er tegen je vader zeggen dat hij even op zijn rijgedrag moet letten. Ikke. Want we zien hij niet is degene die ervoor heeft gezorgd dat hij de dingen... Jongen, je bent volgens mij de auto nog auto te kunnen rijden. Wacht. Je moet je stil houden. Oké, we kunnen prio. Heren, succes met jullie spelletjes die jullie altijd spelen met MSF en zo. Donder op. Kleine taakjes en zo die jullie krijgen. Gabba. Wat is dit? Wat is dit nou weer?
Rijd je er maar omheen. Ja, we rijden wel gewoon omheen. Dag Aap. Ik weet niet of dat zo slim was om te zeggen. Ik heb zo'n klein vermoeden dat we moeten vluchten, want we hebben twee auto's achter ons. Ja, maar dan gaan we kijken wat ze willen. Ze kennen Henkie nog niet. Oh, we gaan naar boven. En ze kennen Henkie nog niet. Zie je, ze kennen Henkie dan nog niet. Oh. Dan hebben ze mij nog nooit ontmoet. Nee, dat snap ik. Ik ben expert in vluchten. Hoe gaan we hier wat moeten we hier langs? Zo, zie je? Expert in vluchten en in verstoppen. Ja, kijk eens. En je groot succes. Kijk eens in je hij zit achter ons. Oh. Ja. Het succes is een beetje naar beneden. Ja, maar wij zijn wegen succes verlengd. Oh. Ken je de soldaat van groen? Ja, hey chef. Soldaat van roze. Ja. Wegen succes verlengd. Ja. Oké. Is goed. Komt goed. Henkie, ik heb net informatie gekregen. Die mensen die achter ons aan zitten. Ja? Die willen mij neersteken. Waarom? Ja, dat weet ik ook niet. Dat zijn chef. Ja. Hier, wegen succes verlengd, Giri. Pas op, ze sluiten ons in. Nee joh. Ben je gek? Nee joh. Doei! Zo, nou, heel goed zijn ze niet in het achtervolgen doen. Au! Au! Gek! Nee joh, ben je gek? Nee hoor, Aap! De motor is wel een beetje stuk. Wie zijn dat? Ik heb geen idee. De motor is stuk. Moeten we naar de ANWB? Dat meen je. Dan gaan we naar de ANWB. Dan gaan we maar weer naar de ANWB. Wat een gekke mensen die ons zo ineens achtervolgen. Mag joh, het zal. Ja, het zal wel joh. Ik denk dat je dat wat redden. Jawel, natuurlijk wel. Heb je mij nog nooit achter het stuur gezien? Met mijn auto, achter het stuur, met mijn auto, mijn rook uit mijn auto, zou mijn auto nooit stoppen. Henkie, blauwe auto zit achter ons. Hij is gestopt. Henkie, de auto zit achter ons. Gerard? Henkie? Volg mij, Gerard, snel. Gerard, kom. Renault is door, ouwe lul. Ik ben niet zo snel. Zitten, alsof je nooit zijn geweest. Dus hoe is het met jou? Gerard. Hey, Shefka. Hebben ze iets aangedaan? MWC heeft niks te doen, dus we komen ons weer bemoeien. Hoi. Dat is wel het motto van jullie. Dat is het motto van jullie inderdaad, hè? Ja, zeker. Goed. Yes, daar hebben we die ook. Hey. Nou, we kunnen. Dus we hebben zo goed, Gerard. Eindelijk, zover. Hebben we jou nou gered? Hey, Gerard. Wat is hier nou aan de hand? Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet niet, überhaupt niet wie u bent. Ik was eigenlijk op zoek naar Gerard, maar aangenaam. Dit is Joost. Dit is Joost. Wie is deze rare, hoe noem je hem? Dat is Joost. Gerard. Militair. Ja, die opa die ken ik al. Ja, maar die bedoel je dan? Jou. De militair achter het stuur. Wie? Ja, dat is Joost. Of wie heb je het? Joost. Jou. Ik zie Joost. Over jou. Over Joost. Oh. Die lelijke achter de stuur. Ja, je bedoelt Joost. Maakt het niet. Ja, dat is Joost. Let maar niet op Joost. Joost. Maar Gerard praat, Joke praat, ik praat en Joost praat. Maar wie zit er dan achter het stuur? De persoon achter het stuur weet zelf niet eens meer wie die is. Nee. Ik weet niet of jullie het hebben. Over u, meneer. Over jou! Gerard, ze praten tegen je. Nee, jij! Joost zit achter het stuur. Maar wie is dan degene die zegt dat Joost is? Dat is Gerard. Nee, jij praat ook dat Joost achter het stuur zit, maar wie is dan Joost? Ja, ik raak in de wacht. Ik snap het wel. Dus dan zitten we met... Vinden jullie het gek dat ik jullie wil vermoorden nu? Wie? Jullie alle twee? Alle drie? Alle drie? Hoezo? Ik heb er niks mee te maken. Meneer. We zijn hier maar met z'n vieren. Maar jullie raak in de wacht. Joost mag het weten, denk ik. Wie is Joost? Ik ben er klaar mee. Doei. Oh. Nou, daar zijn we ook weer vanaf. Oh, dat was dus. Je snapt al niet wie Joost was. Ja, dat vond ik ook wel. Oké, ze zijn weer tegen iets aangeknald. Nou, meneer, ik moet echt een keer een cursus hier. Ik kan echt niet draaien. Ik weet het. Nou, Wouter was er toch? Hier, was gezellig. Stap maar uit. Ja, Wouter. Nee, maar was gezellig met u. We moeten nu weer verder gaan. Dankjewel dat je aanwezig was. Mag ik wel mijn gestolen auto terug? Het was erg gezellig samen. Dank u wel, meneer. Is goed. Dat is echt wat Joker is aangereden. Dat zeggen we toch? Joost. Ik ben Willem. Gerard, waar ben je nou? Hé? Waar ben je nou? Gerard! Gerard, waar ben je? Hé? Gerard! Waar ben je nou? Ik ben je kwijt! Henkie, achter je! Ik ben je kwijt! Gerard! Achter je! Oh, je bent hier! Oh ja! Waarom neem je nou voor me weg? Ja? Groen is groen. Oh. Blauw is blauw. Aardappels. Goed aangebouwen. Dit was het nieuw. En groetjes aan Willem. Aan Willem van Bea. Groetjes, duimpje omhoog. Abonneertje hier. Abonneertje daar. Gastpietje hier. Dit was het weer. En abonneer op Aardbeienkanaal. Dankjewel. Aan jullie.